Dames en heren, goedenavond. Welkom bij de zondag op TV 2. Later op de avond, omstreeks 10:50, hebben we twee programma's van Teliac. Namelijk Levend Verleden en Consument en Milieu. Om 10:00 Studio Sport met Buitenlands Voetbal. En daarvoor om 9:15 Postcode Bingo. Waar is de hemel voor? Wubbo Okkels vertelt dat nu in het slot van Space Age, het programma over de stand van zaken in de ruimtevaart. Onlangs hield ik mijn interrede als hoogleraar op de Technische Universiteit van Delft. En deze rede was getiteld de verticale uitdaging. Want het is toch zo dat als je een berg ziet, je de neiging krijgt om omhoog te klimmen en de top te bereiken. Of als je een toren ziet, dat je de trappen wil beklimmen. Of met een vliegtuig wil je omhoog vliegen. Ja, waarom? Ja, natuurlijk. Omdat als je hoger bent, je meer kan zien. Je hebt meer perspectief, je kan meer begrijpen en je kan ontwikkelen. En met de ruimte is het ook zo. Bijna iedereen die in de ruimte is geweest, heeft die trek gevoeld om verder te gaan. En al die astronauten hebben zich verenigd in de Association for Space Explorers. En het woord explorer zegt het al. Men wil verder, men wil ontdekkingen doen, men wil uiteindelijk gebruik maken van het terrein waar we nog niet zijn geweest. Bijvoorbeeld de ruimte. Want de ruimte is onze toekomst. Toen het ruimtetijdperk begon, was de wereld verdeeld in blokken. Voor de supermogendheden die elkaar gevangen hielden in een koude oorlog die meer dan 40 jaar zou duren, werden raketten de symbolen van ideologische superioriteit. Geen plek op aarde werd meer door de koude oorlog verdeeld dan Berlijn. Stukjes van de Berlijnse muur worden nu aan toeristen verkocht bij de Brandenburger Tor. Het monument dat ooit het symbool was van een verdeeld Duitsland. In deze onlangs herinnerde stad zijn astronauten en cosmonauten bij elkaar gekomen om de 30ste verjaardag te vieren van de eerste Sovjet-ruimtevlucht van Yuri Gagarin. Deze historische groep ruimteverkenners kwam zelfs tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog nog bij elkaar. In the early days, it was frowned on for astronauts to get together with cosmonauts, and so we were going directly against and counter to the political winds of the times. It was out of the common experience of astronauts and cosmonauts that we knew that we had to come together. Door wat deze eerste generatie ruimteverkenners beleefden, leerden zij iets wat de wereldleiders pas jaren later zouden ontdekken. The highest border I knew was the Berlin Wall, but I mean, it became smaller and smaller when you went up. Toen de Duitse natuurkundige Reinhard Führer in 1985 een ruimtereis van 7 dagen maakte aan boord van de Amerikaanse shuttle, werd zijn natie nog steeds verdeeld door de Berlijnse muur. And being in a spacecraft where you have no choice to obey a border because the orbit is just the orbit, it goes around, then you are officially from the nature forced to violate the borders. And that's all it takes. Na 1.5 jaar in een baan om de aarde heeft de cosmonaut Musa Manarov meer van zijn geboorteplaneet gezien dan welk menselijk wezen dan ook. Dit is de Fujiyama in Japan, gezien vanaf 300 kilometer boven de aarde. Waar je ook naartoe gaat, hoe meer je reist, hoe breder je horizon wordt. Je krijgt het gevoel dat je niet alleen in een klein gebiedje op het aardoppervlak thuis hoort, maar dat je lid bent van de hele menselijke familie. It's just quite remarkable. It's quite remarkable. You don't see things in such detail, but you see them in the whole. Voor de astronaut Joseph Allen, die lange tijd het record ruimtewandelen zonder reddingslijn heeft gehouden, verdwenen de kunstmatige grenzen eveneens. And I think it's that feeling that
that somehow ties together all people that have been to space. They have an intuitive sense of the whole of planet Earth. De cosmonaute Valentina Tereshkova was de eerste vrouw die ooit een ruimtereis maakte. Voor onze ruimtevlucht was de broosheid van onze aarde iets wat we ons alleen in theorie konden realiseren. Pas vanuit de ruimte kregen wij, de eerste astronauten en cosmonauten, de zeldzame kans om onze planeet in haar geheel te zien. Dit zijn de verkenners van de ruimte. Door hun unieke waarnemingen heeft het ruimtetijdperk mede het gezicht van de 20e eeuw bepaald. A Space Odyssey ging in première tijdens de ruimterace, toen de romantische dromen van de mensheid over het verkennen van de ruimte werden gekleurd door de paranoia van de Koude Oorlog. Just what do you think you're doing, Dave? Sinds de première van 2001 is de motivatie om de ruimte te onderzoeken drastisch gewijzigd. Dave, I really think I'm entitled to an answer to that question. The space race is over. When we go into space, it'll have to be for sounder reasons based on economics, science, and perhaps the human instinct to explore, which is really part of us. I mean, man is the exploring animal, and when we cease to explore, we'll cease to be human. So there won't be the compulsive drive, or you might say the psychopathic drive of the early space age. And we may have to look for another motivation. In 2001 werkte Arthur C. Clarke zijn idee uit dat wat er in de ruimte gebeurt een weerspiegeling is van wat er op aarde gebeurt. Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? In dromen zouden raketten de mensheid helpen om de ruimte te verkennen. In werkelijkheid landen ze op onze planeet en doden ze duizenden mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wanneer en waar is het ruimtetijdperk echt begonnen? Misschien in 1937... toen duizenden wetenschappelijk onderzoekers en ingenieurs naar het dorpje Peenemünde in Noordoost-Duitsland werden gebracht. Er was een oorlogsmachine voor nodig om het eerste ruimtevaartcomplex ter wereld in het leven te roepen. Met financiële steun van het Duitse leger werd er een hele stad gebouwd. Het was een ongelofelijke technologische uitdaging. Peenemünde neemt een uiterst controversiële plaats in de geschiedenis in. Hoewel de motieven van degenen die hier hebben gewerkt vaak worden veroordeeld, hebben zij het technologisch fundament gelegd waarop het ruimtetijdperk kon rusten. I must say I enjoyed it. I was always interested in rockets. I had now really a chance to do big scale work on rockets. And I think no one really considered too much the military consequences. We really were working on a technological project. Konrad Dannenberg hielp de V2 bouwen. De raket die later bekend werd als het vergeldingswapen. Toen de Duitse oorlogsinspanningen steeds minder resultaat begonnen op te leveren, gaf de SS van Adolf Hitler de V2 de hoogste militaire prioriteit. Werner von Braun, hoofd van het onderzoeksteam,
overtuigde de nazi's ervan dat het zijn ingenieur zou lukken. Hij werd later door de SS gearresteerd omdat hij meer interesse voor ruimtevaart dan voor wapentuig had. En dit is een heel difficult en complex moral issue. This was put to him once, you know. Did he know about what was going on in the concentration camps? And he said, I didn't, but I suspected it. And in my position, I could have found out if I'd wanted to. I didn't, and I despise myself for it. That was his actual words. Eindelijk werd op 3 oktober 1942 de eerste succesvolle testvlucht gemaakt. All the people who used to work here in Peenemünde, they consider this to be the day, the 3rd of October 1942, to be the day of the beginning of the space age. Een halve eeuw later was het door het einde van de Koude Oorlog eindelijk weer mogelijk om die plek in voormalig Oost-Duitsland te bezoeken waar droom en werkelijkheid in botsing waren gekomen. Het aantal doden onder de gevangenen die waren gedwongen om hier aan de V2 te werken wordt op enkele duizenden geschat. Het eerste fundament van het ruimtetijdperk is te gronde gegaan. Maar de kennis die hier werd vergaard is overgeleverd en werd gebruikt voor de grote race naar de ruimte die erop volgde. De Amerikaanse overwinnaars veroverden de grootste buit van Peenemünde. Werner von Braun, het grootste deel van zijn raketteam en alle V2's die ze maar konden meenemen. Von Braun en zijn ingenieurs doken weer op in de White Sands in New Mexico, waar ze de Amerikanen hielpen om de in Duitsland buitgemaakte V2's in elkaar te zetten en te lanceren. De militaire achtergronden van de raketbouw waren bepalend voor het volgende stadium van de ruimteverkenning. Op de Baikonur ruimtevaartbasis, gelegen in het woestijngebied in het hart van de Sovjet-Unie, werden nog meer Duitse V2's gereconstrueerd met de losse onderdelen die de Amerikanen hadden achtergelaten. Sergej Koroljev, de directeur van het Russische ruimtevaartprogramma, lanceerde een zorgvuldig geheim gehouden bijdrage tot de perfectionering van de rakettechniek. Vanaf de lanceertoren van Baikonur schoot Koroljev een ander type wapen de ruimte in. Een psychologisch wapen dat het ruimtetijdperk bij de Koude Oorlog betrok. October 1957. De lancering van de Sputnik is het startschot voor de ruimterace. Leonard Nikishin bouwde in de tijd van de Sputnik Russische ruimtevaartuigen en is nu wetenschappelijk correspondent voor de Moscow News. We wisten dat het ruimtetijdperk eraan kwam en toen de Sputnik de lucht in ging, waren we allemaal enthousiast. De ster die bewoog. Sputnik, de kleine metgezel van de Sovjet-Unie, bracht ook de westerse wereld in beweging. De Sputnik 2 nam het eerste levende wezen mee de ruimte in, de hond Laika. Maar de wereldleiders beschouwden Laika niet als de beste vriend van de mens, omdat de instrumenten die ze bij zich had even groot en zwaar waren als een kernbom. In die tijd eiste Khrushchev lanceringen. Geef me meer lanceringen, stuur cosmonauten de ruimte in, zei hij. De mensheid zou misschien nooit de sprong in de ruimte hebben gewaagd als het Kremlin niet had gedreigd om over zijn vijanden heen te lopen. Maar misschien waren de eerste ruimtevaders toch meer dan strijders voor de Koude Oorlog. Malcolm S. Carpenter, Leroy G. Cooper, John H. Glenn, старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича, с опасным пилотом, назначен Титова Германа. De Koude Oorlog kon niet op aarde worden achtergelaten toen de eerste mens zich eindelijk bevrijdde van de zwaartekracht. Het is een
Amerika is een welvarend land dat zichzelf geweldig vindt. Het zit op een hoge berg en kijkt naar beneden. En nu zijn wij, de eenvoudige mensen hier, na de oorlog de Amerikanen voorbijgestreefd. De opwinding was enorm. Het is maar zelden in de Russische geschiedenis voorgekomen dat de mensen zo blij waren en dat de blijdschap van de mensen samenviel met de opgetogenheid van de regering. Meestal was de regering blij, maar dan juichten de mensen niet. Die ene baan om de aarde van Yuri Gagarin maakte van hem een internationale held die ook de superioriteit van de Russische technologie symboliseerde. Zijn leider, Nikita Khrushchev, zei: laat de kapitalisten maar proberen om ons land in te halen. We hebben nu ons spoor in de ruimte getrokken. Amerika antwoordde met de lancering van Allenby Shepard 3 weken later. Maar het lukte hem niet om in een baan om de aarde te komen. Het onvermogen om de prestaties van de Sovjets te evenaren dwong de Verenigde Staten om naar een hoger doel te streven. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. President Kennedy begins a tour of 4 space installations at Huntsville, Alabama, where he is greeted by Dr. Werner von Braun, space pioneer and director of this research and development center. Next up, Houston, then to the Manned Spacecraft Center, where the $20 billion Apollo project is in high gear. It was in Houston that Mr. Kennedy emphasized the need for peaceful uses of space. The origins of the space race were military, but the landing on the moon, although it came as a result of the technology developed in the military programs, really goes back to one man, John F. Kennedy. Apparently, Kennedy just wanted something that would restore America's image. And he and a few people around him decided on this. If he hadn't been there at that time, the Apollo program probably wouldn't have happened. We would have gone to the moon perhaps in the next century. Toen de ontwikkeling van een uiterst geheime hulpraket, de N1, steeds weer mislukte, gaven de Russische technici toe dat ze niet genoeg in huis hadden om de race naar de maan van de Amerikanen te winnen. De specialisten hadden wel door dat de Amerikanen het eerst op de maan zouden landen. Maar in het openbaar schreeuwden onze leiders de hele tijd dat wij er het eerst zouden zijn. Al snel gingen ze in hun eigen propaganda geloven. We wisten niet of we moesten lachen of huilen. De hulpraket Saturnus V was een enorme technische prestatie. Een eerbetoon aan president Kennedy's droom over het gebruik van de ruimte voor vreedzame doeleinden. Met de vlucht van Apollo 8 maakte deze gigant duidelijk dat er ook andere motieven mogelijk waren om de ruimte te verkennen. Apollo 8 was a unique flight, being the very first flight to the moon, and the three of us had the, I think, a rather golden opportunity to really view the Earth as it really is for the very first time by human beings. Up here on the moon is awe-inspiring, and it makes you realize just what you have back there on Earth. We circled the moon, and we looked back at the Earth, and there were some momentous occasions of really reflecting our thoughts. One which I had mentioned and I reported back to Earth was that the Earth was a grand oasis in the vastness of space, which essentially it was. Slechts 7 maanden nadat Lovell en zijn bemanning om de maan heen waren gevlogen, werd met Apollo 11 het doel van president Kennedy bereikt om voor het einde van de jaren 60 een mens op de maan te laten landen. De stap die Neil Armstrong vanaf de maanlanden op het maanoppervlak zette, verwezenlijkte de ruimtevaartdromen van generaties.
It's one small step for man, one giant leap for mankind. This is CBS News color coverage of Man on the Moon. You know, one of the things that impressed me about those kind of ghost-like pictures, imperfect pictures they were, Arthur, is that they reminded me of some of the very earliest science fiction pictures of men landing on the moon. They almost looked like they were taken right out of that old footage. Everything that's happened was just as you guys who wrote about this long before we even knew how we're going to get there, visualized it. Yes, I sometimes feel that I'm going to wake up and find that I'm sleeping on my typewriter, you know, and it's all a dream. It's been incredible what has happened, and I don't think anybody could reasonably have expected developments as quickly as they did occur, because the pacing factor was not technology, but politics. The, I might say, the historical accident of the Cold War is really what powered our drive into space. And the old flag. Het Apollo-project heeft in totaal 24 miljard dollar gekost. Maar toen de laatste mens in 1975 de maan verliet, begon die investering zijn glans te verliezen. Het maanlandingsprogramma zou niet worden uitgebreid met een ruimtestation, maanbasis of wat voor andere ruimteconstructie dan ook, waarvoor de ontwerpen al op de tekentafels lagen. Voor Amerika vormden de maanlandingen het einde van een gouden eeuw van onvoorwaardelijke steun voor de ruimteverkenning. Een periode die misschien nooit meer terug zal komen. Space age has entered a new period. We've left that first epoch when we were going to the moon, going to the planets for the first time. We're now in a period of transition in the space age, and it's a period that of groping, really. We're groping for a handle on the door to what that next epoch will be in the space age. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go and throttle up. Challenger, go and throttle up. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. De ontploffing van de Challenger vestigde nog eens extra de nadruk op de risico's die de ruimteverkenning altijd voor de mensheid zal inhouden. Sinds die ramp is er kritiek gekomen op het shuttleprogramma vanwege de hoge kosten waar nauwelijks enige opbrengst tegenover staat. Maar als het op onderzoek en ontwikkeling aankomt, biedt de shuttle een flexibiliteit die geen ander ruimtevaartuig kan evenaren. We have main engine start. 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of Discovery and the first flight to retrieve and return satellites from space. Ignition and liftoff of Columbia and the first dedicated medical research flight. 5, engine start. 3, good engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff of the Space Shuttle Atlantis and the Gamma Ray Observatory. De shuttle heeft de ruimte opengesteld voor een veel breder scala van ruimtevaartspecialisten. Maar velen vragen zich af of het doen van proeven in een toestand van gewichtloosheid, gezien de hoge kosten, wel toekomst heeft. I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all.
transformation. Every night, everybody, and these things are out there, sees on a TV screen aspects of the whole human family all over the world. Psychologically, they live in a totally different society. The Russian Revolution of 1991, the attempted revolution, the coup, was destroyed by communications, by the fax machine, by satellites. Tijdens de coup-poging hielp telecommunicatie vanuit de ruimte de Sovjetburgers om de terugkeer van het totalitaire regime af te wenden. They were glued to watching CNN because we were there and they could see us through their satellite dish. The people in the Soviet Union, especially the Muscovites here, you can see behind me, are gathering. Voordat er communicatiesatellieten waren, konden de communistische leiders precies bepalen wat de Sovjetburgers hoorden en zagen. Maar de leiders van de coup konden niet voorkomen dat de woorden van Boris Yeltsin en zijn democratische medestanders overal ter wereld te horen waren. In the very beginning of this coup, we were able to mobilize the world opinion, and we made it via the satellite system, via the faxes, via every channels of communications which were still in our hands these days, and we brought the correct picture to the West. Toen de diplomatieke kanalen tussen Washington en het Kremlin door de leiders van de coup werden doorgesneden, had president Bush via satellietsystemen contact met Yeltsin. And I told him that we respect you. You've been duly elected here. We pray for you, and we hope that you're successful. The speed of President Bush responding finally after some prodding, I think, was part of that process and made it go more quickly. It made it become much more obvious, much more quickly to the people who attempted the putsch that they were very much on the outside of the world community. Yeltsin en zijn aanhangers gooiden naar alle kanten onzichtbare reddingslijnen uit. What I realized during the days of the coup that we are in one very important and very effective network of the communications. De ruimte is van groot belang voor de geschiedenis en cultuur van de Sovjet-Unie. Maar nu wordt de toekomst van de Russische ruimtevaart bedreigd door de ineenstorting van de Sovjet-Unie. In mei 1991 bereiden drie cosmonauten zich voor op een lancering vanaf de Baikonur-basis. Eén van hen, Sergej Krikalev, zou 5 maanden in de ruimte blijven. Wat cosmonaut Krikalev overkwam, is symbolisch voor de grote veranderingen die het ruimtetijdperk heeft ondergaan. Krikalev werd gelanceerd op een moment dat de Sovjets nog steeds enorme bedragen aan hun ruimtevaartprogramma uitgaven, maar de dramatische ontwikkelingen na de mislukte coup drongen al snel tot ver in de ruimte door. 300 kilometer boven de aarde, aan boord van het ruimtestation Mir, luisterde Krikalev en zijn collega Alexander Volkov naar de radio, terwijl hun land op zijn kop werd gezet. Vandaag hoorden we dat er grote bezuinigingen komen. Krijgen wij daar ook mee te maken? Net als de Sovjet-Unie zelf probeerden de medewerkers aan het ruimtevaartprogramma wanhopig om te redden wat er te redden viel, toen het budget en de politieke structuur wegvielen. Door een verandering in de plannen kon cosmonaut Krikalev niet op de vastgestelde tijd mee terug naar de aarde. En er was niet genoeg geld om hem door een andere raket te laten ophalen. Voor de eerste keer was een mens gestrand in de ruimte. Niet door technische problemen, maar als gevolg van politieke ontwikkelingen. In het controlecentrum waar de Mir wordt gevolgd, was er vanwege bezuinigingen 9 uur per dag geen communicatie met het ruimtestation mogelijk. De Koude Oorlog was voorbij, maar door de economische chaos begon het Russische volk aan het nut van het legendarische ruimtevaartprogramma te twijfelen. Wat moet ik zeggen? Alles is hier schaars in de ruimte. Waar hebben we die van nodig? Als je honger hebt, hoef je toch geen ruimtevlucht te maken? Ik weet niet of we ons geld in de ruimte of aan boodschappen moeten uitgeven. We hebben ze allebei nodig, samen.
Je kunt niet zonder boodschappen leven. En ook niet zonder de ruimte. Je moet eerst hier alles in orde maken. Daarna kun je naar de ruimte. For many of our citizens, it's very hard to understand that the space is working for them as well. Because they couldn't feel it with their fingers. It's not the sausages, it's not the meat. It's something which is working, but sometimes it's invisible for them. In maart 1992, toen cosmonaut Krikalev eindelijk werd teruggehaald naar de aarde, had hij bijna een jaar in een toestand van gewichtloosheid doorgebracht en moest hij uit zijn capsule worden gedragen. De natie die hem had gelanceerd, de Sovjet-Unie, was intussen uiteengevallen. De toekomst van het ruimtevaartprogramma binnen het nieuwe gemenebest van onafhankelijke staten was uiterst twijfelachtig. Elke bezuiniging zou het hardst aankomen bij de Baikonur-lancierbasis die nu in de pas opgerichte onafhankelijke republiek Kazachstan lag. Baikonur was de belangrijkste basis voor bemande ruimtevluchten vanuit de Sovjet-Unie. Vanaf dit platform zijn de Sputnik en Yuri Gagarin de ruimte ingeschoten. Vanaf de begindagen van de ruimterace had het grootste deel van het ruimtevaartprogramma van de Sovjet-Unie een militair doel. Nu geven ambtenaren toe dat projecten als Buran, de Sovjet-versie van de Space Shuttle, uitsluitend de Koude Oorlog dienden. De ruimte had nauwelijks nut voor de nationale economie en wetenschap. 70% van het totaal was bestemd voor militaire taken die we nu niet eens meer nodig hebben. Projecten zoals onlangs nog de Buran, een project dat geen enkel nut heeft en alleen is opgezet omdat het van het leger moest. Als het Buran-project wordt beëindigd, komt ook de toekomst van de Energia in gevaar, de hulpraket waarmee wordt gelanceerd, hoewel de Energia nu de krachtigste hulpraket ter wereld is. De radicale economische en politieke veranderingen in een land dagen de ruimtevaartingenieurs uit om praktische toepassingen voor hun technologie te zoeken. Met deze raket kun je ook een expeditie naar Mars ondernemen of de minerale rijkdommen van de maan exploiteren. Je kunt er zelfs radioactief afval mee in de ruimte brengen. Er zijn veel problemen die met behulp van deze raket kunnen worden opgelost. We zien dus veel nuttige toepassingen voor Energia. Het belangrijkste is dat we hem niet kwijtraken. Om hun ruimtevaartprogramma en technologie te redden, verkopen de Russen nu in het diepste geheim gebouwde raketten, zoals de Energia, aan andere landen. Zelfs de toekomst van Mir, jarenlang het belangrijkste onderzoeksstation in de ruimte, is over 2 jaar onzeker. Om met Mir te kunnen doorgaan, hebben de Russen het station nu tot een internationaal laboratorium verklaard dat door elk land of bedrijf mag worden bezocht dat de prijs wil betalen. Meer dan $10 miljoen per vlucht. Opeens zijn in hetzelfde gebouw waar tijdens de ruimterace met miljarden werd gegooid, voormalige vijanden nu collega's geworden. This morning we will explore what civilian space assets exist in the former Soviet Union through which we could achieve renewed cooperation between the U.S. and members of the new Commonwealth of Independent States. De Russen stellen voor om nu meer te gebruiken voor gezamenlijke koppelingen en reddingsvluchten. De Verenigde Staten zouden hun voordeel kunnen doen met de Russische technologie. En de Russen zouden de broodnodige contanten krijgen om hun technologie in stand te houden. Nikita Sergeyevich Khrushchev, when he spoke at United Nations, he said that Soviet Union increased tremendously capability to produce rockets. He said, we are producing rockets as we are producing hot dogs. As you producing hot dogs. Hot dogs? Hot dogs.
It was a very ironic comparison, because this is precisely what country is lacking now, the hot dogs. Hot dogs. You want to trade some hot dogs for some rockets? De prestaties van de ruimtetechnologie zullen altijd in het geheugen van het Russische volk gegrift blijven en de nationale trots opwekken. Maar wat de ruimte in de toekomst voor het gemene best zal betekenen, is afhankelijk van de financiële samenwerking met andere landen. Nog maar 20 jaar na het Apollo-project tekenden de presidenten Bush en Yeltsin een overeenkomst dat de Amerikaanse shuttle ergens in de jaren 90 aan het ruimtestation Mir wordt gekoppeld. Er zullen dan ook astronauten en technologie worden uitgewisseld, zodat het meer dan een handdruk in de ruimte wordt. The Russians for their reasons, we for our reasons. We need to involve ourselves more with other nations in order to sustain the capabilities. And also you have to realize that in the early days of space exploration, the effort was to see what we could do. Now we've seen what we can do. Now we're trying to determine what we can afford to do that we know we can do. And that's true with everybody, all over the world. 30 jaar na Sputnik komen er steeds meer gebruikers van de ruimte. Ongeveer 50 landen hebben tegenwoordig ruimtevaartprogramma's. Na duizenden lanceringen van mensen en robots heeft de mensheid een veel genuanceerdere kijk op de ruimtevaart gekregen. 5, 4, 3, 2, 1, top! Allumage. Décollage. Sillier ideas that came about early in the space program was that manned spacecraft and unmanned spacecraft were two totally separate things. It's very obvious to anyone who's been up there that the cameras which we fly, whether I hold the camera or whether it happens to be on a satellite, whether it happens to be a normal camera or perhaps one which extends my vision into the infrared or the ultraviolet or perhaps even the radar, these are all, in some sense, the eyes of humanity. De ruimtewetenschap heeft ons laten zien dat de hemel een nog veel interessantere plaats is dan de science fiction schrijvers ooit hadden kunnen dromen. Door de eerste generatie ruimteverkenners hebben we onze kosmische erfenis ontdekt en inzicht gekregen in de rol die wij in de evolutie van het heelal spelen. What the space age really has allowed us to do is to understand what the processes are which have contributed to the formation and the evolution of the bodies in the solar system. Because the objects in the solar system today are not as they were formed, but in fact as they have evolved over the last 4.5 billion years. Elk nieuw beeld van het onverwachte heelal voedt onze aangeboren nieuwsgierigheid en voert ons langs nog niet in kaart gebrachte wegen naar nieuwe gebieden. I think there are many reasons why we explore the planets. Certainly, we live on a planet. It's a planet which clearly has evolved to what it is today, and it's a planet which is continuing to evolve. And by looking at other planets which have also evolved under the same processes, although in a different proportions, we gain confidence in our understanding of the world in which we live ourselves. It's also true, I think, that we're just naturally inquisitive about what our world is like, and our world now has grown large enough to include our solar system. Welke geheimen zal de volgende generatie ruimteverkenners onthullen? Zullen we de omstandigheden ontdekken waaronder een bepaalde vorm van buitenaards leven zich kan handhaven? En hoe kunnen zulke ingewikkelde en dure vluchten worden voortgezet? In 1995 zal de zonneverkenner Ulysses met behulp van de zwaartekracht van Jupiter met het eerste gedetailleerde onderzoek naar de derde dimensie van het zonnestelsel beginnen.
Als Ulysses op weg gaat naar de Noordpool van de zon, bewijst hij dat er nauwelijks grenzen zijn aan wat internationale samenwerking kan bereiken. To my view, the most important thing about Ulysses, oddly enough, quite apart from its scientific content, is the fact that it is so entirely international. It's a European probe with American equipment on board, Canadian, Australian equipment on board, launched by the Americans and tracked by the Americans. It is a purely international thing. Want hij is hier 100% ja. Over een minimum. Ja. If we do have bases on the moon and bases on Mars, and we could have these in the foreseeable future, they're going to be purely international. And I don't think it's too much to say that in trying to colonize other worlds and go into space, we may go a long way toward uniting the Earth. Vlak bij het Franse bureau voor ruimtevaart, op de International Space University, worden 137 studenten uit 26 landen opgeleid voor de ruimteuitdagingen van morgen. I think when you get to Mars, you may have to do some sort of emergency procedure, a contingency operation, to be able to move quickly. So I lean towards going with a artificial G ship. You got two sleeping cubicles that'll stack 2 meters high on top of each other. Yeah, I would like to think that we're coming into a new age of international cooperation, that space is the basis for an international consensus. And I think would like to think that a new generation of young people, post-Cold War young people, are going to be able to make that easier. I very strongly believe in the concept that space is for peace, first. And second, space is for definitely commercialization, of course, in the future, because we are right now on the threshold. We are moving from space, the concept of space for a man, space for exploration, to space for commercialization. And I don't think we should stop here. So now a whole generation has arisen which takes space for granted. I've seen men walk on the moon, which is something I never dreamed would happen in my lifetime. I never dreamed that we would live to see images from Jupiter, Saturn, virtually all the planets and moons of the solar system except far off Pluto. So this has been the most marvelous age of exploration the world has ever seen, and it's continuing at this very moment. Incredible images are coming back from Venus, which looks to be the most bizarre place in the solar system. Every time we open up a new vista on a new planet, we find that nature has outguessed us. The real universe is more incredible than even we crazy science fiction writers dreamed. Arthur C. Clarke is het hoofd van de ISU. De guru van het werelddorp stelt zichzelf elektronisch in verbinding met de ISU met behulp van zijn eigen uitvinding. Vanaf een afgelegen eiland in de Indische Oceaan waar hij woont, spreekt hij de studenten toe via een communicatiesatelliet in de Clarkebaan. The International Mars Mission will lay the foundations for the great adventure of the next century, in which I'm sure many of you will play an active role. There's a very high probability that some of you listening to my words now will one day be walking on the sands of Mars. Een nieuwe generatie verkenners bereidt zich voor op het koesteren van de dromen die nu dichter dan ooit bij hun verwezenlijking zijn. Menselijke voetafdrukken op Mars. Permanente basis op de maan. Het aanleggen van een infrastructuur om mensen in staat te stellen de aarde langdurig te verlaten. Binnen 100 jaar heeft de mensheid haar eerste romantische dromen over de ruimtevaart gerealiseerd. Science fiction is werkelijkheid geworden. Rond de eeuwwisseling had de natuurkundeleraar Konstantin Tsiolkovsky bizarre ideeën over de wijze waarop de mensheid de kosmos zou veroveren. In het afgelegen Russische dorpje Kaluga voelde deze eenzame dromer zich één met de andere werelden.
Tsiolkovsky is bekend als burgerstandje. Tsiolkovsky noemde zichzelf een burger van het heelal. Hij werd geboren met het gevoel dat hij tot de wereld van de ruimte behoorde. Tsiolkovsky werd geobsedeerd door de ontsnapping aan de zwaartekracht van de aarde. Hij dacht er zelfs over om uit het raam van zijn werkkamer te springen, om de gewichtloosheid te voelen die hij vaak in zijn tekeningen tot uitdrukking bracht. Tsiolkovsky was bijna helemaal doof. Op zijn bureau liggen nog de tinnen horens die hij als gehoorapparaat gebruikte. Misschien stond Tsiolkovsky door zijn slechte gehoor wat buiten het dagelijks leven en heeft dit bijgedragen tot zijn verbazingwekkend precieze voorspellingen over de ruimteverkenningen van de mens. Terwijl veel van zijn tijdgenoten hem voor gek versleten, zouden Tsiolkovsky's wetenschappelijke en geestelijke bijdrage van onschatbare invloed zijn op het komende ruimtetijdperk. Op de sokkel van het monument staan de woorden die het motto van onze beschaving zijn geworden. De mensheid zal niet altijd op de aarde blijven, maar zal, op zoek naar ruimte en leven, schoorvoetend buiten de atmosfeer van de aarde treden, en dan zal ze voor zichzelf het gehele zonnestelsel veroveren. De eerste burger van het heelal wees de mensheid de weg naar de sterren. In Tsiolkovsky's eigen woorden: de aarde is de wieg van de beschaving, maar de mensheid kan niet eeuwig in de wieg blijven liggen. In het ruimtetijdperk heeft de mensheid de middelen ontwikkeld om onze aardse wieg te verlaten en onze eerste aarzelende stappen in de wereld daarbuiten te zetten. Na de verwoestingen van de oorlog is de hemel van een slagveld voor de supermogendheden omgevormd tot een uitgestrekt gebied waar de hele mensheid iets te zoeken heeft. Een Franse astronaut die 24 dagen in een Russisch ruimtestation heeft doorgebracht, vat samen welke keuze een ruimtevarend volk heeft. The period we have gone through was just a long period of testing. And it will be like that probably even for more years. We just have to know that it's also printed in our brains. That we go to space as we went through the oceans, as our ancestors went to America and so ever. Space flights are very expensive, so people are waiting for more and they're asking you for more. What are you doing there? Why do you go there? And what shall we get now? Because you have been there for 20 years already and we are still expecting something coming from space. And it's true that right now we can just say we are doing what babies do. They learn to walk, but they don't know why. Georgi Grechkov, een voormalige cosmonaut die ooit door de ruimte vloog met een hamer en een sikkel op zijn schip, vindt dat de ruimterace ons de belangrijkste lessen over het gebruik van de hemel heeft geleerd. Er is 34 jaar voorbij gegaan sinds de Sovjet-Unie zijn raket lanceerde, een paar maanden voordat de Verenigde Staten hetzelfde deden. Dit kwam allemaal voort uit de wapenwedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. We wedijveren allemaal met elkaar. Het was een voortdurende confrontatie en oppositie. Het enige dat we sinds dat moment hebben geleerd is dat het veel beter is om samen te werken dan om al door de confrontatie aan te gaan. We hebben geleerd dat gezamenlijke projecten, gezamenlijke vluchten en allerlei gezamenlijke inspanningen veel beter zijn dan ruzie maken en proberen om op al deze fronten met elkaar te wedijveren. Ik denk dus dat die les dat je met samenwerking het vers komt veruit de belangrijkste les is die we hebben geleerd. Nu de mensheid door ruimteverkenning belangrijke lessen over zichzelf en het heelal heeft geleerd, is het de vraag of we verder de ruimte in zullen trekken. Nieuwe dromen roepen ons. Een nieuw ruimtetijdperk is begonnen.
1-2, you're clear to land. The wind is 11 o'clock 1 mile. Clear to land, copy. 1-2, looks like your gear's on 6. Roger, copy. Go ahead, Mr. Patch. Niet echt dus. De vereniging onze luchtmacht worden zich regelmatig voor aandelen. Excuses naar de vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht. U kunt ook lid worden van de vereniging Onze Luchtmacht door een kaartje te sturen naar Onze Luchtmacht. Antwoordnummer 11580, postcode 5600, WC in Eindhoven. Straks, postcode bingo. Medisch Centrum West.
Foreign Affairs.